vier mensen om erover na te denken. Van de O4&T-scholen, de Steve Jobs-scholen. Er zijn er nu 22, er zijn nu 100 leraren. Zijn hier aanwezig met alle hoeken van de samenleving. Wat we gaan gebruiken en afhuren om iedereen daar te ontvangen. Het is echt, we zijn hier bij Digitalis. En Digitalis is een van de eerste zeven scholen die begint. Begonnen is met de Steve Jobs schoolmethode of de O4&T-methode. Eerst met 100 leerlingen, maar ze hebben nu 350 leerlingen begonnen. Ja, met ongelooflijk veel inzet bezig. Want ze hadden eerst twee scholen. Maar iedereen is hier razend enthousiast. Heel veel scholen die net begonnen zijn, zeven scholen die al een jaartje bezig zijn en die elkaar leren. En heel veel dingen zijn ook een informatiemarkt. Dat is ook voor een zoektocht voor de mensen zelf en voor elkaar. Maar het prachtige is ook dat waar ik ook kom, ik altijd dezelfde opmerking krijg over gelukkige kinderen. Er wordt veel intensiever gewerkt door kinderen. Leerkrachten die zeggen heel vaak tegen mij, hiervoor kwam ik in het onderwijs, dat ik met kinderen bezig kon zijn in plaats van met groepen. Ouders die mij mails sturen of als ze me ontmoeten. Laatst liep ik naar buiten in Amsterdam bij onze school na twee weken toen moeder kwam. En die zei, ja, ik moet u ontzettend bedanken, want ja, mijn dochter is echt helemaal anders dan vorig jaar. Ik denk, wat dan? Nou ja, toen als ze thuis kwam en ik vroeg, wat heb je op school gedaan? Ja, gespeeld, gewerkt, geleerd, maar verder geen inhoud. En nu gaat ze meteen met me zitten, pakt ze de iPad of vertelt ze me. En wel 10 minuten ben ik bezig met haar bijna iedere dag om te praten over school. En terwijl ze dat zei, kwam ze bij wijze van spreken zelf tot de conclusie, tot de volgende zin. En ik geloof eigenlijk dat ik ook een andere moeder ben geworden. Nou, dat soort dingen die op je afkomen en die heel veel op je afkomen, ja, die zijn eigenlijk fantastisch. En die zijn te danken aan de inspanning van jullie allemaal. Ik heb ontzettend veel waardering als ik daar de mensen zie die, hoe ze bezig zijn en horen hoe ze bezig zijn. Zoals ik al zei, heus niet een eenvoudig proces. Het is ook moed voor nodig bij de directie, schoolbestuur, om deze kant op te gaan. Maar, en voor de mensen om het uiteindelijk enthousiast op te pakken. Belangrijk is ook dat het een leerproces is. Een leerproces. Het is ook een continu leerproces. Wat eigenlijk onderwijs ook op een bepaalde manier ook zou moeten zijn. Een leerproces wat mede dus vandaag ook een vorm heeft gekregen. Om bij elkaar te komen, waarbij we eigenlijk primair dachten van, als je bij elkaar bent, dan gaat het er ook vooral om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen. Dus we hebben ruim de tijd genomen tussen ook de workshops en bij de lunch en zo, zodat jullie met elkaar kunnen praten, waarbij ik hoop en denk dat het misschien niet verstandig is dat teams bij elkaar blijven, want die kennen ze toch wel met elkaar, maar om een beetje elkaar te verspreiden. We hebben ook een app draaien waar overal staat hoe je kan inloggen, serendipity.com. Een soort ontmoetingsplek. Als je daar opgeeft wat voor kennisgebieden je hebt, dan kunnen andere mensen je benaderen en een afspraak maken. Dan kunnen we straks daar eens praten over dat en dat onderwerp. Op dit moment zijn er ongeveer 50 mensen al ingecheckt. Maar doe het. Er staat een QR-code op allerlei plekken. Ik heb ook de